Heerlen een halve eeuw geleden. Mijn schoorstenen zetten uitroeptekens bij de industriële eenvormigheid die toen het leven in stad en streek beheerste. 17 december 1965. De stad Schouwburg in Heerlen verwacht belangrijke gasten. In de hal drukt gouverneur Charles van Rooij velen de hand. Belangrijkste gast van die dag, de minister van Economische Zaken, Dr. Anders Joop ten Uyl. De Schouwburgzaal vult zich met politici, bestuurders, vakbondsmensen en zakenlui, kortom met functionarissen van alle niveaus en disciplines die met Zuid-Limburg en zijn mijnindustrie te maken hebben. Van wat Joop ten Uyl kwam vertellen, hadden sommigen concrete wetenschap, de meesten bange vermoedens. De gezichten in de zaal stonden strak. De moeilijke economische situatie van de steenkolenmijnen had al zo vaak de pers gehaald dat Zuid-Limburg voorbereid leek op het onvermijdelijke. Toch kwamen de woorden van den Uyl hard aan. De mijnen moesten dicht. En de regering heeft besloten dat met ingang van 1 april 1966 de mijn Maurits zal worden afgebouwd, waarbij een betrekkelijk korte termijn van 3 jaar zal worden nagestreefd. Bovendien heeft de regering besloten dat van de 2 kleine particuliere mijnen in mijn gebied, de Willem Sofie en de Domaniale, met 3800 werknemers, die op grond van uitputting op afzienbare termijn in de jaren 71-72 tot sluiting zal komen. Velen in deze schouwburgzaal zullen tijdens de toespraak van minister den Uyl nog eens hebben teruggedacht aan de tijd waarin teksten over de steenkolenmijnen onveranderlijk glorieus waren. Zoals in de jaren 50, toen koningin Juliana bij een werkbezoek aan Limburg in Vlodrop ging kijken hoe het stond met het voorbereidende werk aan de staatsmijn Beatrix, die, niemand kon dat toen al vermoeden, nooit in bedrijf zou komen. Hare Majesteit de Koningin heeft zich hier tijdens haar werkbezoek aan de provincie Limburg van de vorderingen op de hoogte gesteld. Geïnteresseerd volgde de koningin de werkzaamheden. De nieuwe staatsmijn Beatrix zal naar men hoopt over 8 jaar in vol bedrijf zijn. In 1963 nog hadden de mijnwerkers een stevige schouderklop van de natie gekregen toen ze tijdens de strenge winter van dat jaar voor al die kleumende landgenoten nog eens extra diep uithaalden. De mijnindustrieraad, waarin vakbonden en mijndirectie samenwerken, heeft nu besloten 2 vrije zaterdagen te laten werken om in dit strenge jaargetijde een extra productie te verkrijgen. Op de eerste vrije zaterdag bereikten de gezamenlijke mijnen in Limburg een productie van 35.400 ton. Dat is ongeveer 1600 spoorwagons. Zo werken de mijnen en de spoorwegen samen om op korte termijn verlichting te brengen in de moeilijke situatie van de kolenvoorziening in ons land. Voor al hun inspanningen in tientallen jaren werden de mijnwerkers op een mooie zomerdag zelfs symbolisch geëerd. Ter ere van de kompels nu werd in de oude mijnstad Kerkrade een monument opgericht dat deze dagen onthuld werd door de gouverneur van de provincie Limburg, Dr. Hoeben. Eregast onder de talrijke genodigden die de plechtigheid bijwoonden was de bisschop van Roermond, Monseigneur Lemmens. De voorzitter van de katholieke mijnwerkersbond, Frans Domen, zag het monument vooral als een eerbewijs aan hen die bij hun arbeid in de mijnen het leven verloren. Tot slot legde Dr. Hoeben namens de provincie Limburg een krans aan de voet van het gedenkteken. 20 jaar nadat het plan voor dit monument werd geopperd, is nu in Kerkrade dit standbeeld verrezen voor hen die zo'n belangrijke plaats innemen in het Nederlandse volksbestaan. De mijnwerkers. Maar wat zou die belangrijke plaats in de toekomst eigenlijk gaan inhouden? De woorden van minister den Uyl maakten in ieder geval duidelijk dat dit vertrouwde beeld definitief tot het verleden zou gaan behoren. Zuid-Limburg zou afscheid moeten gaan nemen van de mijnen, die met al hun robuuste grauwheid toch dierbaar waren geworden. In de Heerlense Schouwburg deed minister den Uyl op 17 december 1965 ook een belofte. Geen mijnsluiting zonder redelijke perspectieven op vervangende werkgelegenheid. Ik vergeet daarbij niet dat er mensen zullen zijn die minder gaan verdienen. Maar ik geloof dat daar bovenuit gaat de redelijke zekerheid dat hier in Zuid-Limburg nieuw werk en nieuw leven, nieuw samenleving zijn fundamenten zal kunnen vinden. Redelijk perspectief op vervangende werkgelegenheid,
zei minister Den Uyl. Maar wat moest der Joep zich daarbij voorstellen? Het lot van der Joep lag in de handen van de overheid. Dit is een van de liftschachten van de Emma Hendrik, de laatste kolenmijn van DSM, de vroegere staatsmijnen, die aan het einde van het afgelopen jaar zijn productie heeft gestaakt. Voor de laatste maal zijn de kompels over de 5 verdiepingen uitgezwermd via de uitgebreide ondergrondse wegennetten die toegang geven tot de kolenlaag. Door de mechanisatie kon de productie weliswaar aanzienlijk worden opgevoerd, maar tenslotte woog het rendement bij lange na niet meer op tegen de kosten en werd besloten tot inkrimping en sluiting. Wij wisten al jaren dat de mijn ging sluiten, maar nou met die oliecrisis. Is toch eigenlijk veel te gek. Ze hadden hem juist zo groot open kunnen laten. En wie weer aan werk komen, dat moet de verzekeraar zelf wel weer uitzoeken. En dat klopte aardig. Een wereldwijd om zich heen grijpende oliecrisis had intussen ook de vooruitzichten van de ex-mijnwerkers versomberd. Drastische bezuinigingen waren onder andere het gevolg. Herinneringen aan mijnwerkers die in strenge winters vrije weekends opofferden om Nederland uit de kou te houden, bleken totaal vervaagd. Der Joep moest nu zelf achter zijn kachel vandaan komen om voor zijn zaak te knokken. In 1974 bezocht een jeugdige Ruud Lubbers, minister van Economische Zaken, Heerlen om over de sluiting van de mijnen Oranje Nassau en Julia te praten. De koempels wachten hem op. Al eerder waren duizenden ex-mijnwerkers opgetrokken naar Den Haag. De demonstratie was nog aan de vriendelijke kant. Van huis uit zijn Limburgers geen grimmige van zich afbijters. Zelfs toen de volksvertegenwoordigers zich op het Binnenhof niet bleken te verdringen om de mijnwerkersgrieven aan te horen, werd er nog besloten dan maar een Limburgs lied aan te heffen. Limburg kreeg eind jaren 70 een nieuwe gouverneur. Een mijnwerkerszoon die, voordat hij de maatschappij op hoge posten zou gaan dienen, psychologie had gestudeerd. Dat kwam treffend en bewogen tot uiting tijdens zijn eerste toespraak tot Provinciale Staten in 1977. De geregistreerde arbeidsreserve is thans in dat gebied naar verhouding ongeveer 2 maal zo groot als in heel Nederland. Dat is een economisch probleem van de eerste orde. Het proces van de mijnsluitingen en van het daarmee samenhangend werkgelegenheidsbeleid was in zich al een uitermate zware opgave. Dat moeizame proces is nog eens verstoord door de huidige sociaal-economische recessie, het inkrimpen van de werkgelegenheid in de landbouw, moeilijkheden in de bouw en in de detailhandel, het achterblijven van de groei in de dienstensector en het in omvang toenemen van de beroepsbevolking. Voor veel mensen vervielen, wel haast van de ene dag op de andere, oude zekerheden, zonder dat daarvoor een ander houvast in de plaats kwam. Ook op dit punt heerst bij veel mensen grote onzekerheid, soms zelfs cynisme. Cijfers die in Limburg ontwikkelingen rond geboorten, echtscheidingen, hulpaanvragen in het algemeen maatschappelijk werk, ziekteverzuim en criminaliteit schetsen, laten het beeld zien van een samenleving die in menig opzicht van slag is en die op dat keerpunt in haar geschiedenis een nieuwe koers nog maar moeilijk kan vinden. Rijks- en provinciale overheid staken de handen uit de mouwen om Zuid-Limburg uit zijn malaise-situatie te helpen. Duidelijk was dat, hoe dan ook, veel overheidsgeld nodig zou zijn om het mijngebied van aanzien te doen veranderen. Staatssecretaris Jan Schaefer maakte daartoe in 1974 de weg vrij. De in 1971 door het kabinet Biesheuvel in het vooruitzicht gestelde perspectievennota Limburg kreeg in 1978 zijn beslag en in het oostelijk mijngebied werd een samenwerkingsverband Sanering Oostelijk Mijngebied opgericht. Voorzitter Smeets zat voor een enorm karwei. Samen met onder andere bestuurders van de mijngemeenten en specialisten vergaderde hij wekelijks om de enorme ingreep in het landschap tot een goed einde te brengen. 260 miljoen gulden kostte de sanering en herinrichting van de mijnterreinen. Inclusief woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen vergde de operatie 1 miljard gulden. Limburg zelf was op de goede weg,
maar bleef herinneren aan eenmaal toegezegde rijkssteun. Dat wil zeggen, middelen voor de sanering van de mijnterreinen en herstel van de economie. Wij vragen geen gunsten aan Den Haag zonder zelf de schouders onder het werk gezet te hebben. Limburg heeft zijn bijdrage geleverd. Nu moet het Rijk over de brug komen. De ministerraad zal zo nodig weten dat ons eikenhout niet alleen bronsgroen is, maar ook hard. De vraag is, welke effecten hadden uitspraken als deze in regeringskringen? En was Limburg uit het goede hout gesneden? Den Haag en Limburg hebben 12 jaar lang samengewerkt aan het perspectievennota-beleid. Wat is daarvan terechtgekomen? Met de sluiting van de mijnen kwam in Limburg ook een einde aan de monocultuur. Nieuwe wegen moesten worden ingeslagen, ook letterlijk. En aansluiting op het internationale wegennet was noodzakelijk. Een van de belangrijkste pijlers voor de herstructurering was immers de bereikbaarheid. Over de weg en per rail. De internationale contacten zouden echter ook en vooral door de lucht tot stand moeten komen. Maastricht Airport vergde veel geld en aandacht. Niet in het minst door de omstreden nachtvrachtvluchten. De aanwezigheid van Eurocontrol in deze regio bevestigt nog eens duidelijk de meer dan centrale ligging van Zuid-Limburg in West-Europa. Volvo in Bern vormde een krachtig aandrijfelement in de industriële herstructurering. Duizenden ex-mijnwerkers werden daar omgeschoold tot automobielbouwers. Bij DSM werd de omschakeling van steenkolen naar chemie voltooid. Samen met Volvo leverde DSM een belangrijke bijdrage aan de oplossing van het werkgelegenheidsvraagstuk. De kunstmeststoffen uit de westelijke mijnstreek kwamen in oostelijk Zuid-Limburg meteen van pas. De tot milde glooiingen getransformeerde mijnsteenpuisten moesten worden ingezaaid. De operatie van zwart naar groen was in een vergevorderd stadium. Aanlokkelijke heuvelpartijen nodigen uit tot wandelen en daarvoor werden wegen en paden aangelegd. Hoeveel ruimte de voormalige mijnterreinen boden aan nieuwe industrievestigingen, werd pas goed duidelijk vanuit de lucht. Een belangrijke rol bij het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid op de voormalige mijnterreinen speelde het Limburgs Instituut tot Ontwikkeling en Financiering, het LIOF. Het trad nationaal en internationaal wervend op voor Limburg. Aan de zuidoostrand van Maastricht groeide in betrekkelijk korte tijd het geheel nieuwe stadsdeel Randwijk. Dominerende gebouwen als het nieuwe provinciehuis, het Maastrichts expositie- en congrescentrum, het MEC, en ook het imposante academisch ziekenhuis. Heerlen onderging na het mijntijdperk een complete gedaanteverwisseling. Waar ooit de Oranje-Nassau-mijnen in bedrijf waren, is het strakke gebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek verrezen. Eveneens in het kader van de verplaatsing van de Rijksdiensten naar de regio vestigde zich ook het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds in Heerlen. Daar werken inmiddels meer dan 3000 man. In heel oostelijk Zuid-Limburg werden op bouwrijp gemaakte vroegere mijnterreinen honderden woningen gebouwd. Op tal van plaatsen herinneringen aan het mijnverleden. In een voetgangersgebied geven nuchtere cijfers aan hoe in minder dan 1 eeuw tijd een complete regio door mensenhand totaal van aanzien kon veranderen. Opkomst en teleurgang van de mijnindustrie hebben de oostelijke en de westelijke flank van Zuid-Limburg in de loop van deze eeuw 2 maal grondig aangepakt. Diep ingrijpende veranderingen in leven en werken hebben een invloed uitgeoefend op de mensen. Het uiterlijk van steden en dorpen werd totaal anders. Heerlen ziet er na de mijnsluitingen uit als een afgestofte stad. Vrijwel alle sporen van de steenkoolproductie werden uitgewist. Dat kan niet worden gezegd van de sociale problemen die de mijnsluiting heeft veroorzaakt. Toch smeet Heerlen alweer nieuwe plannen. Het wil in het jaar 2000 de meest moderne stad van Zuid-Nederland zijn. Het voorwaardenscheppend beleid van de afgelopen 25 jaar was gericht op steeds meer werkgelegenheid.
Die ontwikkeling bracht het LIOF internationaal onder de aandacht. Expanding your company into the European market is a major challenge. The first question you need to consider is where to locate your facilities. Within Holland, there's a district which offers you the key to the European market, Limburg. Limburg is the southernmost province of Holland, and there you'll find the space, the technology, the labor force, and the distribution network you need to give your company the leading edge in Europe. Within a 125-mile radius of Limburg, there are over 150,000 enterprises. Within 250 miles, London and Paris are included, and there is a concentration of 70% of Europe's largest companies. Nowhere else would you find over 50 million consumers within 125 miles of your company. Even the area including New York City and Boston cannot offer you a higher concentration of consumers. Limburg is strategically located to give you the advantage when penetrating the European market. In 1992, the borders between the countries of the European Common Market will be opened, giving you easier access and creating a larger outlet than Japan and the United States combined. With all this to offer, you can see why Limburg is the place to be. But there is more. Limburg, tradeway to Europe. Dankzij een goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven heeft zich in de jaren 70 en 80 in Zuid-Limburg een sociaal-economische herstructurering kunnen voltrekken. Die aanpak geschiedde tijdig en grondig. In de buurlanden kan iedereen zien hoe ex-mijngebieden die niet tijdig werden aangepakt kunnen verpauperen. Oostelijk Zuid-Limburg kreeg een geheel nieuwe identiteit. Bij de herinrichting werd niet alleen aandacht besteed aan wonen en werken. Ook ontspanning kreeg ruim aandacht. Want wie nieuwe werkgelegenheid wil aantrekken, moet er rekening mee houden dat de mens niet kan leven van brood alleen. De mensen in Zuid-Limburg zullen in de komende 10 jaar nog meer veranderingen op zich af zien komen. Straks zullen de Europese binnengrenzen vervagen. Limburg zal openbloeien naar het hart van Europa. Steeds meer beslissingen worden nu al op Europees niveau genomen. Bestuursmacht verschuift van Den Haag naar Brussel. 1965 is een markant jaartal in de recente geschiedenis van Limburg. 1990 eveneens. Niet alleen bereikte het Limburgse werkloosheidspercentage voor het eerst sinds 1965 weer het landelijk gemiddelde, ook kreeg Limburg in 1990 een nieuwe gouverneur. Gouverneur Kremers, de man van de herstructurering, werd opgevolgd door gedeputeerde Mastenbroek, die zich bij zijn installatierede onmiddellijk ontpopte als man van de internationalisering. En met name voor het provinciebestuur, zo stelde hij, is er een cruciale rol weggelegd om aan die internationalisering verder inhoud te geven. Limburgse bestuurders rekenen het tot hun taak het Europa van morgen te introduceren in het beleid van vandaag. Immers door het gevoerde beleid in de afgelopen jaren, met name in het kader van PNL, is een goede economische structuur in Limburg gerealiseerd. Bovendien verandert de geografische positie van Limburg van perifeer in een nationale context tot een tamelijk centrale ligging in Europees perspectief. In dat licht riep de gouverneur op hard te werken aan de verdere uitbreiding van de samenwerking in de grensregio's Rijn-Maas-Noord en de Euregio Maas-Rijn. Zeer belangrijke polen die in het Europese krachtenveld voldoende potentie hebben om de internationale aantrekkingskracht van Limburg verder te ontplooien. Met steun van de Europese Commissie zijn de afgelopen jaren al een aantal euregionale projecten op het gebied van overdracht van technologie, toeristische samenwerking en kennistransfer gerealiseerd. Legio-mogelijkheden voorzag de gouverneur nog onder andere op het gebied van cultuur, onderwijs en vooral en zeer urgent op het terrein van milieubeleid. Daarnaast wees hij erop dat ook gemeenten een belangrijke rol spelen bij het versterken van de internationale dimensie. In dat kader achtte hij het van belang de groeiende samenwerking van de steden Aken, Luik, Hasselt, Heerlen en Maastricht, het Vijfstedenoverleg, sterk te steunen. Samenvattend stelde de gouverneur het volgende. De internationale dimensie is voor Limburg geen luxe, maar noodzaak. En voor het welslagen en wortelschieten van deze ontwikkelingen is een verscherpte
en consistente aandacht en inspanning van het provinciaal bestuur in de komende jaren van cruciaal belang. Zoals het PNL-beleid in de achterliggende jaren een aparte bestuurlijke plaats heeft gehad in het college van GS, zo zal de internationale dimensie eveneens voor de komende jaren een eigen bestuurlijke profilering dienen te krijgen. Limburg is begonnen aan een nieuw tijdperk, aan een nieuwe uitdaging.